Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. Ik ben al een hele tijd thuis hoor, ja. Ik heb de GoPro had ik mee. Op de heenweg heb ik hem niet aangehad. Op de terugweg wel, want ik moest onverwachts vandaag ook een plantje namens de kerk wegbrengen. Ja, was wel even leuk. De route was ook, vond ik wel leuk. Dat is in mijn oude buurtje waar ik vroeger als kind zijnde heb gewoond ook. En op de terugweg door de stad kwam ik Astrid tegen en die was al aan de deur geweest. Maar ja, toen was ik er nog niet. Ha! En die kwam morgen niet, dus die is vanmiddag even gezellig weer mee teruggelopen. En hebben gezellig een bakje koffie gedaan. Nadat ze weg was, ben ik naar boven gegaan om voor mijn lieftallige huishoudelijke hulp die dinsdag komt ook nog even wat te doen, want die mag het niet meer doen. Ik mag het eigenlijk ook niet. Ik heb er een dik uur erover gedaan. Maar ja, het is wel gedaan. Ja, beter een uur en dat gedaan is dan iemand die het heel snel kan en het ook niet goed gedaan wordt. Want wees eerlijk, als jij huishoudelijke zorg hebt, het moet allemaal binnen de kortste tijd, moet het klaar, moet het af, hetgene wat ze die dag doen. En bed opmaken, verschonen opmaken. Het wordt niet goed gedaan, het is rommels en kuilen, legt niet lekker. Ik heb het nou zelf gedaan, het ligt nou strak onder mijn eigen pijn. Ik moet jullie even neerzetten, want ik heb een vieze neus en er wil er een eruit. Dus ik zonder mij even af en mijn vinger zit vast. Ik zie jullie zo. Even mijn neus. Ja, even mijn neus laten. Het is niet lekker. Maar ja. Zo. En dan jij eruit, kleine. Doe maar. Doei. Zo. Ook weer klaar. Toch? Ja, ook weer klaar. Nou, dan zal ik even hetgene weggooien. Hopta. Ja, en mijn hondje. Nou ja, die lag er net met zijn muilkorrel vol, want ik was niet boven. En gelijk, dat was misschien niet. Die draait ook al, hè? Ja, die draait ook al. Ja, die draait al, ja. Dank je, schat. Ja, hij is zo lief, hè? Hij is zo lief, hè? Maar lieve vrienden, ik ga weer een bakje koffie maken, want ik ben dus de bek af, even bijtanken. En ik zie wel wat ik verder ga doen. Ik ben even zat. Ze zeggen tot straks maar weer. Een hele goede avond, lieve vrienden. Ja, het is alweer avond. Het is, even zien hoe laat leven we. 19:51. Ja, en nog steeds op zondag de 30ste september. Ja, nog even, we gaan weer de maand oktober in. Het gaat snel. Nog even, dan is het weer feestdagen. Zit ik ook niet op te wachten hoor. Maar ja, oké, het gaat allemaal door. Of je nou wil of niet. Maar in ieder geval, ik heb net mijn eten achter me kiezen. Ik heb geen zin meer om de vaat in de... Waarom wil dat nou niet? Zo ja. Ik heb geen zin meer om de vaat in de vaatwasser te doen. Ik ben het zat voor vandaag. Dus ik heb zwaar werk verricht voor mezelf. En dat was je boven. Hi man. Hoi man. Ach, was je toch. Maar in ieder geval, ja, dat... Ik ben gewoon zat morgen weer een dag hoor. En ik heb het 1, 2, 3 niet nodig. Het staat me niet op berucht, het staat op het aanrecht. Het is omgespoeld, dus morgen weer een dag. Zolang ik mijn koffiekopje heb, vind ik het best. En ik ga er nu een eind aan breiden. Wat ben je aan het doen? Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet allemaal van jullie avond.
hoe het weer bij jullie is, weet ik niet. Ik heb al gehoord dat het ergens even hard geweer ligt. Maar verder is niks. Ja, ik heb het nog niet gehad. Het is wel iedere keer heel erg bewolkt geweest. En dan weer wat zon en dan weer wat bewolkt en dan weer wat zon. Maar ja, nu is het ook bewolkt en donker. Dus ja, geen zon meer. Maar geniet in ieder geval wel van jullie avond. Met wat jullie ook doen gaan. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Wel terugstappen.